Het ministerie van Defensie heeft vandaag 80 militairen gedecoreerd op het hoofdkwartier van de organisatie. Minister Krishna Kumari Mathura van het departement geeft aan dat de militairen die vandaag zijn opgespeld een voorbeeld van moedigheid en heldhaftigheid moeten zijn voor collega's. Het zijn hele belangrijke aspecten in ons beroep en dat u elke dag tentoonstelt. En vandaar ook dat mijn waardering en respect voor jullie werk er is en zal blijven. Want net zoals de bevelhebber heeft aangegeven, zijn de omstandigheden niet perfect binnen Defensie, maar ook niet in Suriname. We komen uit een crisis en alleen met gezamenlijke inspanningen zullen we in staat zijn te groeien en te bloeien als samenleving, als land, maar ook als defensieorganisatie. Mathura zegt dat ondanks alle tegenslagen dat ze toch merkt dat de defensieorganisatie sterk staat op het gebied van samenwerking. Legerbevelhebber Werner Kiyosen benadrukt dat de gedecoreerden niet zomaar opgespeld worden, maar voor hun harde werk. Dat u vandaag hier staat, heeft op de eerste plaats aan uzelf gelegen. U hebt de juiste inborst bewezen te hebben. U heeft alle uitdagingen en gevaren weten te trotseren. Maar belangrijker, u blijft kiezen om te dienen voor land en volk. Vele lichtingsgenoten hebben of zelf bepaald uit de organisatie te stappen, of men heeft zich niet kunnen houden aan de discipline en integriteit. Normen en waarden die inherent zijn aan het militair zijn. Maar dat u hier staat, is ook te danken aan de ondersteuning van uw thuisfront. Zonder hun fysieke en morele ondersteuning zou het moeilijker zijn geweest om dit mooie werk te blijven verrichten. Kiyosen stelt dat de hele defensieorganisatie trots mag zijn op het feit dat mensen trouwe dienst bewijzen.